Ik begin om 6:30. Dan gaan we altijd eerst een bakje koffie drinken. En dan hebben we een overleg met de nachtdienst. Die vertelt wat er in de nacht gebeurd is. Om 7:00 beginnen we routes te lopen. Dit houdt in dat we langs de bewoners gaan. Hallo! Bij de een ga je wassen, bij de andere is het douchen, bij de andere steunkousen, medicijnen geven. Naast dat we de route lopen, kunnen er ook calamiteiten voorkomen. Dat is als iemand ziek wordt, of iemand moet naar het toilet, of iemand is gevallen. En daar gaan we dan zo spoedig mogelijk naartoe. Bij Groene Huizen staat kwaliteit van zorg heel hoog in het vaandel. Dit houdt in dat we de persoonlijke wensen van de cliënten zoveel mogelijk respecteren, zodat de cliënten zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven. Dat vinden wij heel belangrijk. Het is gewoon heel leuk werk, afwisselend werk, heel dicht bij huis. Ik kan op mijn fiets naar mijn werk, 2 minuten fietsen en dan ben ik thuis. Ik vind de sfeer is geweldig, de mensen zijn geweldig, mijn collega's zijn geweldig. Van de bewoners krijgen we ook terug dat de collega's onderling heel goed met elkaar omgaan. Dat merken de bewoners zelf ook. Het is heel dankbaar werk. Je krijgt veel liefde en waardering en ze zijn altijd blij als je je ziet. En dat geeft zoveel voldoening.